Goedenavond, broeders en zusters. God zegen jullie allemaal. Wij hopen dat jullie het goed maken, ondanks deze coronacrisis. Maar wij willen jullie bemoedigen met deze Bijbeltekst. Uit Hebreeën 12, vers 1. Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonden die zich aan ons vastklemmen. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Dus wat wij jullie willen meegeven uit de Bijbeltekst van Hebreeën 12 vers 1 is dat de grote menigte die ons voor is gegaan, ons bemoedigt door hun geloof en volharding in Christus. Er zijn enkele voorbeelden ook te lezen in Hebreeën 11 van verschillende mensen in de Bijbel die hebben volhard in hun moeilijke tijden. Zij hebben niet opgegeven en zij hebben hun zicht gevestigd op Jezus. En uiteindelijk zijn zij daaruit als overwinnaars gekomen. En wij als gelovigen in Christus moeten ons houden aan drie dingen die erg belangrijk zijn in ons levensloop. Dus wees bemoedigd en geïnspireerd door de anderen die ons voor zijn gegaan. Bekeer je van je zonden, want die houden je tegen in je levensloop. En die weerhouden je ook van het behalen van de doelen die God op jouw pad gezet heeft. En hou je gefocust op Christus. Dus wat er ook om je heen gebeurt, wat er ook in je leven afspeelt, blijf met je zicht op Jezus Christus. Want Hij is degene die ons kracht geeft wanneer wij niet verder kunnen. En Jezus had ook een periode in zijn levensloop waar Hij het moeilijk had. Op een gegeven moment toen Hij aan het bidden was in Gethsemane, had Hij de Vader gevraagd om de beker Hem voorbij te laten gaan. Maar Hij zei ook niet, mij wil geschieden, maar U wil geschieden. En daar zie je ook dat Jezus het ook niet makkelijk had. Dat Hij ook momenten had waar Hij versterking nodig had. En de Bijbel zegt ook dat er een engel neerdaalde en Hem versterkte. En dat Hij vuriger ging bidden. En dat zijn zweetdruppels als bloed werden. Dus Jezus had ook versterking nodig in zijn levensloop hier op aarde als mens. Dus hoeveel meer hebben wij dan geen versterking nodig? Vandaar ook dat ik jullie wil meegeven dat ondanks wat er om ons heen gebeurt met de coronacrisis, hoe geïsoleerd wij ook zijn, Jezus is altijd bij ons. En daarnaast hebben wij elkaar ook om te bemoedigen, om kracht uit te putten. Ik ga even een klein gebed voor jullie doen. Als jullie even jullie hoofden met mij willen buigen en jullie ogen willen sluiten, dan ga ik beginnen met het gebed. Lieve Vader in de hemel, wij willen U danken voor deze dag, voor deze avond en het woord dat U ons heeft gegeven. Vader, bedek ons onder Uw bloed en laat Uw engelen ons beschermen. Laat Uw Heilige Geest ons omringen en de vuur van Uw Heilige Geest ons beschermen, Vader. Waar we ook zijn, Vader, bescherm ons tegen de aanvallen van de duivel. Vader, wij willen U vragen om de mensen ook met de vitale banen te beschermen, Vader. De mensen die in contact zijn gekomen met de coronapatiënten of de mensen die corona hebben, Vader. Genees hun, Vader. Laat Uw liefde, Uw hoop, Uw kracht en Uw moed op hun uitgestort worden, zodat zij geloof hebben en weten dat het goed kan komen, Vader. Door middel van Uw naam en Uw genade, Vader. Vader, wij willen U vragen om hen veilig te stellen, Vader. Vader, breng troost voor de mensen waar zij in contact mee zijn gekomen, die geen hoop meer hebben vanwege heel deze crisis, Vader. Vader, breng hoop, breng verandering in deze situatie en in deze wereld, Vader. Maar ook in ons leven, Vader. Wij weten dat een hoop dingen ongeregeld zijn op dit moment. Maar geef ons de hoop, Vader, en de moed en de geloof dat het goed komt. Vader, want U bent onze redder, onze beschermer, Vader. In U putten wij kracht, Vader, elke dag opnieuw. Wij willen U danken, Vader, dat U genadig bent voor ons. En dat U voorziet in alle noden die wij hebben. Vader, wij willen U danken voor dit moment, voor het gebed, voor iedereen die kijkt en luistert. En wij willen glorie brengen aan Uw naam, Vader. Vader, dank U wel dat U onze gebeden verhoort, Vader, en onze noden ziet. Wij willen U danken voor alles wat U voor ons doet. In Jezus Christus' naam. Amen. Dit was onze boodschap voor jullie. Ondanks dat wij elkaar niet fysiek kunnen zien, dan gebruiken we wel de social media. Het is aardig gelukt. Elke week krijgen jullie een video, een post van de nieuw lijf. Spijkenisse, Zoetermeer
en Amsterdam. Den Haag. En Den Haag, Rotterdam. Zo, we zijn overal. Maar we gebruiken het gewoon zoals iedereen aan het gebruiken zijn. En proberen wij in contact toch met jullie te houden. Zodat wij de geloof niet, zeg maar, kwijtraken. Dat doen we samen. Dat hebben ze dan wel goed in de media, goed op tv gezegd. We gaan dit samen doen. En één ding dat ze vergeten, het is, wij gaan het samen doen met God. Amen. God gaat ons helpen om hieruit te komen. Amen. Dus blijf bidden, blijf elkaar bemoedigen, zodat wij de einde van dit verhaal, zeg maar, gauw kunnen zien. Ja, samen. Ja, wees gezegend en we zien elkaar snel. Tot na de orde.